In een bijzondere raadsvergadering werden op dinsdag 30 maart 2010 in een bomvolle raadzaal van het gemeentehuis in Reuzel de twee nieuwe wethouders benoemd, Stefan Wouters en Kees van de Ven. Door de benoeming van deze wethouders konden er ook nog twee nieuwe raadsleden worden benoemd, namelijk Twan Hendricks van de VVD en Frank de Laat van het CDA. Met benoemingen hangt natuurlijk ook afscheid nemen samen. Dat werd gedaan van de scheidende wethouders Toon Antonis en Jan van der Sande. Deze laatste werd door burgemeester Tuurlings als eerste ereburger van Reuzel de Mierde benoemd. Aan het begin van de vergadering kreeg fractievoorzitter Bert van Laarhoven van Samenwerking nog het woord. Hij nam geen blad voor de mond om zijn teleurstelling over de afgelopen coalitievorming uit te spreken. In een bijzondere vergadering, want vanavond gaan er twee nieuwe wethouders benoemd worden. Er gaan twee nieuwe raadsleden benoemd worden. Er gaan 11, zoals we dat hier lokaal, bureauleden benoemd worden. We gaan de bezetting van de commissie spreken. Voorzitters en plaatsvervangersvoorzitters aanwijzen van zowel de commissies als van deze gemeenteraad. En we nemen afscheid vandaag van twee wethouders. Meneer de voorzitter, de agendapunten van de raadsvergadering van vandaag, 30 maart 2010, hebben een hoog felicitatiegehalte. Helaas geldt dat in onze ogen niet voor iedereen. Hoewel ik natuurlijk alleen kan spreken voor onze partij Samenwerking Reuzel de Mierde. In onze ogen geldt het ook niet voor de inwoners van Reuzel de Mierde. Gezien de verkiezingsuitslag en gezien de moeilijke tijden die voor ons liggen, leek een brede coalitie, waar ook de voorkeur van onze kiezers naar uitging, immers het beste instrument. Na de installatie van de nieuwe raad werd dit door onze burgemeester nog eens bevestigd. Het valt ons, maar zeker ook mij persoonlijk, zwaar om niet in te gaan op de manier waarop de nieuwe coalitie tot stand is gekomen. Ter verduidelijk één ding. Onze wethouder Toon Antonis, ik weet niet of je ooit bij hem thuis bent geweest, heeft 50 trompetten aan de muur hangen. Niet omdat hij zo muzikaal is, nee, hij heeft 50 loftrompetten van de VVD gekregen in het afgelopen jaar. Samenwerking Reuzel de Mierde zal er hopelijk samen met de Partij van de Arbeid vanuit de oppositie alles aan doen om de vele goede beleidslijnen uit de afgelopen 4 jaren op alle terreinen overeind te houden en uit te bouwen. Wij wensen de coalitie daarbij de wijsheid om ons daarin te volgen. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil dadelijk overgaan tot stemming. 8 geldige stemmen voor Kees van der Ven en 7 blanco briefjes. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad, lid van het college, naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik feliciteer je met de benoeming. Dank u wel. Uit de raad getreden. U mag gaan zitten aan de collegetafel. Ter linkerhand van de gemeentesecretaris. En een bosje bloemen als felicitatie voor u. Maar we gaan eerst over tot het stemming brengen van de tweede persoon van de aanbeveling, de heer Stefan Wouters. Wat is de uitslag van de stemming? De uitslag is 8 geldige stemmen voor Stefan Wouters en 7 blanco's. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het college naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Dat verklaar en beloof ik. Dan feliciteer ik u van harte met uw benoeming tot wethouder in onze gemeente.
Hierachter mag u plaatsnemen, zich niet te achter verschuilen. Ook een bosje bloemen. En wethouder van der Ven niet, maar bij het uitpakken zult u ook begrijpen waarom ik u toch een cadeautje geef. Dit cadeautje krijgt u, maar het is een sigaar uit eigen doos. Dank u wel. Ah, kijk, een bordje. Dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Wat is daarop uw antwoord, heer de Laat? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Heer Hendricks. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. En wens ik u heel veel succes. Dus als werk voor de raad. Dank u. Dank u wel. Ik zal het best voor doen. Om ook afscheid te nemen van twee wethouders die in de afgelopen zes jaar, in de afgelopen periode vier jaar, samen met de burgemeester, aanvankelijk mevrouw de Jong en later met mij, het college van burgemeester en wethouders hebben gevormd. Je hebt je ingezet voor de WVK, de GGD, een brede maatschappelijke discussie, het project Hokken en Keten, de WMO, met daarin als bijzonder punt het voortdurend durven kijken naar de indicatie huishoudelijke hulp. Een van de zaken waar je ook voorop mee liep, was het regionale project wat hier lokaal ook ongelooflijk in de belangstelling heeft gestaan en nog steeds staat en zal blijven staan, het alcoholmatigingsbeleid, zoals het project Laat Je Niet Flessen. Toon, vandaag eindigt het wethouderschap, maar niet de politieke betrokkenheid bij deze raad. Ik wens je ook in je raadslidmaatschap heel veel succes toe in de komende periode. En zeg je dank namens iedereen en namens ook de gemeenschap voor de diensten die jij als wethouder hebt verricht. Dank u wel. Jan, ook voor jou gaat een periode ten einde lopen. En toen op 9 februari 2004 werd je beëdigd als wethouder. Totaal 30 jaar raadslidmaatschap, waarvoor jij op 29 april 2004 door de burgemeester, toenmalige burgemeester mevrouw de Jong, de koninklijke onderscheiding lid in de orde van de Oranje Nassau uitgereikt hebt gekregen. De projecten KBP en Kleine Hoeven noem ik maar even als voorbeeld. Met verve heb je je daarvoor ingezet. In 2008 heb je de portefeuille Financiën, Sport en NRE toegewezen gekregen. En het project Brede School Plus in Lage Mierde. Een project wat je overgenomen hebt en waarbij jij en jouw voorgangers en alle mensen om je heen iets schitterends hebben neergezet. Ik heb het al mogen aanschouwen en binnenkort iedereen, want in juni gaan we dat openen. Projecten waar je trots op kunt zijn als gemeente en waar de betreffende bestuurders en dus ook jij Jan zeker trots op mag zijn. En na contact met de fractievoorzitters is een collegevoorstel gemaakt en het heeft geleid tot een collegebesluit van 25 maart op Vlede, waarin, ja Jan, jij was er niet bij, af en toe doen de dingen buiten jou om, waarin besloten werd de heer Jan van der Zanden te benoemen tot ereburger van de gemeente Reuzel-de-Mierde. Speciaal omdat deze benoeming omdat het de eerste keer is dat onze gemeente een ereburger benoemt.